Goedenavond, daar ben ik weer. Ik zit lekker in een zenmodus als ik het zo mag zeggen. Ik heb vakantie. Volgende week nog een weekje. Dus ik zit lekker te genieten. Lekker eh, boeken achter elkaar te lezen. Lekker eh, wandelen in de natuur. Lekker wat ondernemen met vrienden en familie. Dus kortom, lekker quality time maar uh, ja, zoals uh, gebruikelijk wil ik het met jullie hebben over een boek wat ik recent heb gelezen en ditmaal is het een boek van Laura Binet en naar mijn inziens kan je het gerust uh, vatten onder uh, alternatieve geschiedenis geschiedenis die we kennen maar dan eigenlijk met een hele andere twist ik zal het boek nog eventjes uh, voor me houden het is een mooie eenvoudige cover een lekkere dikte ik moet zeggen, ik was binnen één dag doorheen. En uh, dat is voor mij doen toch ook best wel snel. Maar dat even tezijde, misschien komt het ook omdat ik zeg maar in een lekkere leesmodus zat. Maar waar gaat het verhaal nou over? Nou, we kennen natuurlijk allemaal wel een beetje de geschiedenis van Columbus en uh, hoe daarna het uh, ja, continent uh, van Amerika Noord en Zuid is uh, ontdekt. Dus daar hoef ik eigenlijk geen woorden aan veel te maken. Nou, uh, het gaat eigenlijk specifieker over de Inka's. En sommigen weten hier natuurlijk uh, uh, wel over wat er met de Inka's is gebeurd. Ja, er was op een gegeven moment een bepaalde inca heerser Atahualpa, als ik het goed uitspreek. En die is door toedoen van de Spanjaarden omgebracht. Hij was de dertiende heerser. Nou, in dit verhaal uh, ja, gaat Atahualpa niet dood. Het doen van de Spanjaarden. Maar die zet uh, voet aan wal uh, op het Europese continent. En dat is toch best wel een interessante twist. Want het is dan niet zozeer uh, Columbus die eigenlijk uh, Zuid-Amerika of Noord-Amerika ontdekt. Nee, het is eigenlijk uh, de Inca's die eigenlijk uh, als eerste eigenlijk uh, Europa eigenlijk, uh, ontdekken en koloniseren... En het geeft eigenlijk een hele mooie ontwikkeling, want uh, Europa uh, zeg maar uh, ten tijde wanneer de Inca's landen in dit verhaal spreken we eigenlijk over Europa onder keizer Karel de Vijfde. En uh, ja, het, op dat moment was er niet echt zeg maar een, een vredelievende tijd. Er waren behoorlijk veel twisten onderling tussen verschillende beschavingen. Uh, ja, de heerste uh, zeg maar heel veel ziektes. En uh, ja, het was die echt een prettige tijd, moet ik zeggen. Nou, wat gaat er verder in dit verhaal eigenlijk uh, gebeuren? Nou, de Incas, die landen in Europa, uh, die uh, willen eigenlijk dan een beetje een brughoofd vestigen en eigenlijk het verdere continent eigenlijk uh, verkennen. Maar eigenlijk ook overheersen eigenlijk. Want uh, ja, welke beschaving wou dat nou eigenlijk niet uh, op een gegeven moment daar? En uh, ja. Op een gegeven moment eh, komt er natuurlijk een clash. Het is best wel eigenlijk interessant om te lezen hoe verschillende beschavingen eigenlijk op elkaar reageren. En het geeft eigenlijk een mooie inkijk over hoe verschillende culturen eigenlijk zijn. En eh, het was eigenlijk voor mij best wel interessant om te lezen hoe eigenlijk ja, de Inka's zouden kunnen regeren in Europa. Het is natuurlijk niet gebeurd. Het is het is eigenlijk ja, redelijk giswerk. We weten natuurlijk wel redelijk wat over de cultuur uh, vroeger van de Inca's, Maar hoe ze eigenlijk in Europa uh, geregeerd zouden hebben. Dat is eigenlijk, zeg ik eerlijk, gewoon puur giswerk. Maar dat even terzijde, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb best wel genoten van dit boek. Ik heb het ook binnen één dag uitgelezen. En dat was zelfs voor mijn doen uh, behoorlijk snel. Nou, ik zou zeggen, lees dit boek. En vooral als je eigenlijk niet meteen van uh, sci-fi of fantasy houdt. Want ik merk soms dat uh, sommige mensen zich uh, afgeschrikt voelen door uh, ja, de naam sci-fi en fantasy. Dan denken ze meteen aan allerlei futuristische of aan allerlei verhaaltjes omtrent tovenaars en elfen. Maar nee, dit. Dit is eigenlijk ook een hele mooi gangbaar boek. En ja, het zet je eigenlijk ook heel erg mooi aan het denken over hoe verschillende, verschillende beschavingen waren. Nou, ik hoop dat jullie van dit filmpje hebben genoten. En laat gerust een reactie achter. En dan hoop ik jullie weer snel te spreken. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer.